Hallo. Kunnen we dat even opzoeken? Ik heb me al gevonden. Fijne. Oh. Even kijken dat we een breed beeld krijgen, dat ik ook kan zien wat jullie typen. Hallo allemaal. Hoe gezellig. Leuk dat jullie er wel zijn. We gaan er een fleurige avond van maken. Even kijken dat ik ook alle reacties kan blijven zien. Ja. We gaan vandaag aan de slag. Oh, nou bedenk ik me net dat ik het lintje vergeten ben. We gaan vandaag aan de slag met de uitdaging van de maand april. Dat is een cadeautje. Superleuk, hè? Dus een combinatie van een cadeautje en een tasje eigenlijk. Heb je cadeautje. Dus, nou ja. Ik heb er een tasje van gemaakt voor vanavond. Maar dan weer net even anders, hè? Want ja, gewoon is ook maar gewoon. Is ook prima. Maar ik vind het dan leuk om jullie altijd iets te laten zien wat net een beetje anders is. Om jullie nog wat meer inspiratie te geven. Ik zal het tasje even vullen. Kijk wat leuk. Lekker chocolaatje. Goedenavond allemaal. Nou, komen nog steeds mensen binnen. Gezellig. Leuk dat jullie er weer zijn. Super leuk om cadeau te geven of voor moederdag of weet ik het, doet er een zeepje, kun je er leuk in doen of een body lotion of ja, een parfummetje of wat anders leuks. Ja, kom door de chocola, hè, Elze, dat het er nu al zo leuk uitziet. Hè? Leuk en lekker. Even kijken, nou, voor deze live hebben we natuurlijk weer een pakket samengesteld. Ik zet het heel eventjes aan de kant. En in het pakket zitten drie dingetjes. Het scrapvel van Craft to Clock, waar ik de basis mee gemaakt heb. Het is een mooie bruinige look. En aan de achterkant is super mooi hout. Gewoon lekker bij passen, dus je kan echt beide kanten kun je heel goed gebruiken en het laat zich leuk combineren. In de webshop vinden jullie dit papier ook in andere kleuren. Bijvoorbeeld ook volgens mij nog in paars en roze en turquoise en zo. Moet je maar eens eventjes kijken, ook ja, super leuk eigenlijk. En zeker voor zo'n projectjes als doosjes of zo zijn dat gewoon leuke basisvellen. Hoef je niet meteen een hele blok voor te kopen, maar gewoon zo'n los vel is altijd wel leuk, hè. Nou, daarnaast gebruik ik dit stencil van Marianne Design. Het is de shopping bag. Het is nummer PS8120. En zoals jullie misschien de oplettende kijker al gezien heeft, past die van mij dus niet helemaal op het model wat Marianne ontworpen heeft. Maar jullie gaan natuurlijk straks zien hoe ik dat met die Mika en zo gedaan heb. Is op zich heel simpel, maar ja, ik denk... Altijd leuk om te weten. En ja, je kunt hem dus langer maken, maar je kunt hem dan ook korter maken natuurlijk. Is ook leuk. Dan heb je een beetje een wat breder doosje als je hem korter maakt. Of doosje, tasje moet ik zeggen. En de mooie bloemen van Elisabeth Craft Designs. Deze komen uit een nieuwe collectie die afgelopen week bij ons is binnengekomen. En ja, ook allemaal weer stuk voor stuk prachtig. Ook erg leuke dingen weer erbij. Een emmer en een box, een boekbox heet het geloof ik even uit mijn hoofd. Ook heel erg leuk om er cadeautjes in te doen. Ook dus leuk voor het nieuwe thema. En ja, de bloemen kun je opbouwen zoals je hier ziet. Je hebt in drie maatjes echt de bloem, zou ik maar zeggen. Een hartje, dit kun je ook nog als bloemblaadjes gebruiken.
en twee leuke blaadjes. En daarmee kun je hem dus helemaal naar wens opbouwen zoals je hier ziet. Dus je kunt groot en klein mixen, je kunt ze klein houden. Dus dat is helemaal ja, het leuke ervan. Ja, en je kunt ze natuurlijk naar wens in kleur maken. Jan heeft ruzie met het tasje. Even kijken. Alle, ja, of mijn laptop nog goed meeloopt. Maar die doet het nog. Nou, dit hele pakket samen is voor €15,95. Dus dat is wel leuk. En dan heb je echt ja, de leuke basis om het tasje ook te maken. Of om zelf wat anders ervan te maken. Is natuurlijk ook leuk. Ik zal hem er nog één keertje bij halen. Dus ik ga nu vanavond beginnen met de eerste basis uit te tekenen. En dan gaan we hem dan verder opbouwen. En gaandeweg vertel ik nog wat ik nog meer gebruikt heb. Dus dat komt wel helemaal goed. En we gaan natuurlijk de bloemen maken. Ik heb trouwens op deze voorbeeldbloem, toen ik het voorbeeld maakte, waren de bloemen nog niet binnen. Dus ik heb eventjes, eventjes zorgen dat jullie een goed beeld hebben. Ik heb een oudere bloemenstand, oudere bloemenset gebruikt. Ook super leuk. Maar ja, toen ik dus het voorbeeld ging maken voor vanavond, waren de nieuwe bloemen nog niet binnen. Dus vandaar dat ik in het voorbeeld deze bloemen gebruikt heb. En we gaan vanavond wordt die dus iets anders. Maar ja, dat is alleen maar leuk toch? Iets anders. Goedenavond allemaal, iedereen die nog binnenkomt. Nou, ik leg de bloemen even aan de kant. En de verpakking van een tasje ook. En dan ja, is het eigenlijk een kwestie van het patroon overtekenen. En ik ga me dat altijd een beetje makkelijk maken. Alles wat recht is, hoef ik zelf niet meer te knippen of te snijden. Dus dat meet ik dan fijn goed uit met de mouw. En dan de omtrek. Goed opletten, dus ik word een beetje stil. Dus kletsen jullie gewoon lekker verder. Over het weer of zo. Daar valt nog wel wat over te vertellen vandaag, geloof ik. We hebben hier ontzettend veel plensbuien gehad. Maar gelukkig af en toe ook een lekker zonnetje. Ja, dat zeggen ze niet voor niks, hè. Na regen komt zonneschijn. Maar dat was vandaag ook wel echt, geloof ik. Even kijken of dat handig is. Nee, doe ik niet. Het is niet handig. Ik ben eventjes mijn riltool aan het zoeken. Dat is, voor de mensen die me nog niet kennen trouwens, dat is een superhandig pennetje. Die is van X-Cut en die heeft 3 embossing pennen. Dat is net zoals die kleurenpennen van vroeger. Met 3 verschillende maatjes voor te embossen. En die rode, dat is de prikpen. Dus als je nog eens een gaatje nodig hebt, dan... heb je dat allemaal mooi fijn bij de hand. Dus de mat ligt er nu nog op. Dus ik ga meteen eventjes rillen. Hij ligt nu mooi, hè. Dus dan hoeven we daar al niet meer over na te denken. Even kijken. Even kijken. Oh, Nicole heeft mij al geholpen. Goed zo. Dankjewel. Ik teken dit eventjes af en dan zal ik jullie eventjes laten zien waar dit voor is. Misschien even uitleggen. Is misschien altijd wel fijn. Moet ik wel even opletten dat ik alles meeneem. Als ik me laat afleiden. Je ziet het natuurlijk heel slecht als je dat gerild hebt. Zeker zo met de camera. Dat ik niet dadelijk een stuk vergeten ben. Dat zou jammer zijn. Ja. De gaatjes die laat ik nog even. Dat doe ik straks. Denk ik. Misschien ook niet. Moet ik straks even kijken hoe we dat doen.
Het voorbeeld heb ik ze wel gemaakt. En dit op het tasje heb ik dat hier bewust naar buiten gevouwen. Dus dat heb ik naar buiten geklapt. Maar je kunt het ook naar binnen klappen. Dat is eigenlijk vooral ook, ja, zo ziet het er gewoon leuk uit. Dat breekt een beetje als je hem naar buiten vouwt. Maar het is vooral ook voor de stevigheid voor je hengsels eraan te maken. Dus als dat dubbel, dan heb je net wat meer stevigheid, waardoor het je niet meteen uitscheurt. Als je bijvoorbeeld geen eyelet zou gebruiken of zo. De eyelet heb je natuurlijk nog wat meer stevigheid. Maar ja, ik moet zeggen, vind ik wel fijn dat ze daar zo over nagedacht hebben. Kun je dat ook op Mika doen? Wat wil je op Mika doen, Ria? Volgens mij heb ik wat gemist. Maar ik heb dus Mika gebruikt bij dit doosje. Ik ga zo meteen hem eventjes uitknippen. En dan gaan we verder met de Mika. Moet ik even goed kijken. Voor de live heb ik altijd ander licht aan. Dat jullie anders helemaal... weerspiegeld worden. Dat werkt natuurlijk niet prettig. Dus mijn licht is daar toch iets flatser dan wat ik gewend ben. Hoi Lydia, gezellig. Hier nog eentje. Even goed naar het voorbeeld kijken dat ik goed meeknip. Als je dit nou lastig vindt, kun je bijvoorbeeld ook met een zwart potlood of met een wit potlood aftekenen. Zeker op dat wat donkere papier, dan zie je het wat beter. Oh, zie je, nou ben ik die nog vergeten te rillen. Het plakstrookje. Dat nog eventjes doen. Even kijken, de pen. Ja, is wel lastig, hè, als af en toe, maar ja. Hè. Komen we eigenlijk ook altijd wel uit, hè? Tenminste, ik wel, laat ik het zo zeggen. Het is inderdaad vaak dat je even goed moet kijken, zeker als het, ja, zoals nu, een beetje wat donkerder designpapier is. Nou, wat heb ik nou gedaan? Ik heb hem dus verlengd door er een stukje Mika tussen te zetten. Dat Mika heb ik al voor de live even klaargemaakt. Dus ik heb hem afgetekend gewoon op de breedte van de mal. En stukjes al gerild voor te vouwen dadelijk, want anders krijg je hem natuurlijk niet mooi in elkaar. En ik heb hem afgetekend op de hoogte van 11 centimeter. Ik heb dat een beetje gewoon op de goede gok gedaan, want als je hem dadelijk in elkaar zet, is dat natuurlijk niet zo heel erg hoeveel dat er nog overblijft. Daar kun je zelf nog een beetje mee spelen. Dus ik heb 11 centimeter, dan heb ik altijd voldoende. Als ik hier in het voorbeeld kijk, is de Mika... Uiteindelijk wat je ziet is 8,5. Dus daar heb ik gewoon weggevoeteld. Of ja, met plakken gaat dat er vanzelf achter. Mika is wel een beetje lastig te zien natuurlijk voor jullie. In beeld denk ik, maar we komen er wel uit allemaal. Hoi Anita, gezellig dat je meekijkt. Nou, nu ga ik hup babbe truc dat ding door midden snijden. Ga ik dat eventjes het midden uittekenen. Even kijken. Hij is 13,7. Oh, dan moet ik eventjes goed gaan denken. 6,5. 6,8. Waar is de potlood? Dus ik ga hem op 6,8. Ga ik eventjes een streepje zetten. Dan kan ik hem daar gewoon door midden snijden.
En chic is, als het nu niet goed is, heb ik een probleem. Want ik heb van de winkel maar één velletje papier meegenomen. Dus ik was er straks aan denken met de voorbereiding. Oh, zal ik het tasje pas uittekenen? En zo denk ik, oh nee. Ja, die krijg je gewoon gerild. Met zelfs gewoon met de snijmachine. Met de riller van de snijmachine dan wel. Even kijken, dan ben ik mijn streepje weer kwijt. Dus dat gaat prima. Dan krijg je echt, echt mooie vouwen erin. En ik dacht eerst van misschien gaat het breken, maar dat valt gelukkig wel mee. Het is ook af en toe gewoon een kwestie van proberen. Hè? Dan zeg ik altijd, maar het kan hooguit mislukken. Hè? We hebben weer wat geleerd en dan maken we er gewoon wat anders van. En dan komt dat ook helemaal goed. Dus ik snij hem door midden. Ik heb dus wel even, ik zal het eventjes hier laten zien. Ik heb dus het midden van dit stuk genomen. Niet van dit, ook niet van dit, maar het midden van dit. Dan krijg je een mooie, dat die boven en beneden evenveel verdeeld is, als je goed gemeten hebt. Nou, daar gaat ie. Kunnen we alles vouwen. Zo. Dit gaat dan dadelijk vanzelf natuurlijk. Als die staat, zie je dat driehoekje. Die gaat dan leuk zo, dat zo komt. Ik vouw het even aan met een vouwbeentje. Altijd zit het wat strakker. Hè? Ja, kan ook inderdaad dan een stukje. Maar als die dadelijk in elkaar zit, dan wijst het zich vanzelf. Nou, het gaat tekeer hier met de wind. Dat is altijd leuk, hè? Die dingetjes zo in elkaar zetten. Hè? Dat is altijd zo'n gepriegel. Even kijken, en zo zie je eigenlijk al... Nou, nu wilde het natuurlijk niet. Dat je zo de onderkant al in elkaar hebt. Dus maak je tasje korter. Ja, je kan hem zo maken bij wijze van. Hè? Dan heb je echt een superleuk klein tasje. Een paar bonbonnetjes erin en kind kan de was doen. Hè? Meer heb je niet nodig. Dus dat is het leuke van die mouwen. Je kunt hem groter maken, maar je kunt hem ook kleiner maken. Die even aan de kant. Dan gaan we door naar de bovenkant. Even kijken van deze kant. De plakstrook. Even het voorbeeld erbij pakken of ik alles goed meegerust heb. De plakstrook. Even kijken, volgens mij ben ik een stuk. Oh nee, toch niet. Nou, die ga ik weer naar buiten doen, de bovenkant. Gewoon omdat ik dat leuk vind. Vind ik een leuk effect. Maar het hoeft dus niet. Hè? Als je zegt, ik wil hem naar binnen, is dat ook leuk. Het is ook ja, vooral lekker voor de stevigheid. Of Ingrid, je wifi lag eruit. Ja, dat is vervelend. Maar ja, je kan gelukkig ook nog terugkijken. Hè? Dus voor het beginstukje. Als je goed rilt, laat het zich ook gewoon makkelijk in elkaar vouwen. Nou, dit weer terug. Ja, hier is het ook een beetje onstuimig, Jan. Maar ja, April doet wat hij wil, hè? Zei mijn dochter vanmiddag nog, zegt ze. Het is wel echt, April doet wat hij wil weer. Nou, nu heb ik dus de boven- en de onderkant los van elkaar. Ja, daar gaan we dus dat stukje mica tussen zetten. Ik vouw dat mica ook eventjes. Zodat dat dadelijk mooi ook in elkaar past. Even denken, die moet zo. Ja, inderdaad. Ah, vreubouwer. Ja, goed weer een aantocht. Heerlijk, ik heb er nu al zin in.
Om te slapen met die windmieke, hoor. Ik slaap er altijd een beetje slecht van. Ik word daar zelf ook een beetje onstuimig van, lijkt het wel. Af en toe, dan denk ik, een beetje een wilde slaper. Nou, dit komt hier dus zo leuk tussen. En dan denk ik dat jullie het wel snappen, hè. Dan gaan we natuurlijk wel een beetje leuk aankleden. Nou, zoals je in het voorbeeld ziet, heb ik hier een beetje aangekleed met een leuke rand. Maar ook juist om een beetje dat Mika te accentueren. Want anders is het ook zo plattig, hè. Dat heb ik al voorgestampt. Ik zal eventjes de mal erbij pakken. Dat is, heb ik de randmal uit van de Janine's Mindful collectie gepakt. Ik heb voor deze gekozen. En die kun je dus gewoon achter elkaar leggen. En dan ja, heb je hem een mooie lange mal. Hier op de achterkant zie je wat de andere mallen ook nog doen. Dus die zijn echt heel mooi gedetailleerd bewerkt. En dit is ook een hele mooie, wat fijnere mal. Ook heel erg leuk. Dus dat voor de randmalletjes. Maar ja, je kan ervoor pakken wat je wil. Hè. Dat is niks moet, hè. Alles mag. Ja, dat ga ik op de, denk ik. Even kijken wat handiger is. Even kijken hoe het uitkomt. Het komt dan dadelijk zo. Oh, en daar komt dit dan tussen. Dus ik denk toch dat ik de randmal eerst aan het papier ga maken. Ik had hem in het voorbeeld op de Mika geplakt, maar ik denk toch dat dat makkelijker is als ik hem op het papier ga maken. Ja, een kantje ook leuk, ja. Nou, plakken doe ik dit met de dubbelzijdige tape van Studio Light. Die is nog niet zo lang uit. En die is qua prijskwaliteit fantastisch. Uit mijn hoofd, ik heb nu die van 6 mm, dacht ik dat die €1,15 kost voor een rolletje. En dat laat zich fantastisch verwerken. Dus ja. Als je dat met plaksel doet, kun je het nog wel een beetje verschuiven natuurlijk. Maar zeker op Mika vind ik het wel fijn als dat niet te veel meer schuift. Vandaar dat ik gekozen heb voor de dubbelzijdige tape. En die kun je gewoon zo op afscheuren. Dus geen gedoe met fratsen of iets dergelijks. Even mijn haak erbij pakken om hem los te maken. Even kijken, dit is de bovenkant. Moet natuurlijk wel aan de goede kant plakken. Hè. Moet ik misschien wel eventjes in het beeld. Maar om ervoor te zorgen dat dat mooi gaat aansluiten. Ook een klein beetje. Even kijken dat dat voor jullie ook goed zichtbaar is. Dat ik het zelf ook goed zichtbaar hou. Je moet nu wel opletten dat je die rillijnen wel even goed strak erop maakt. Daarom is dat ook juist fijn om dat met tape te doen. Als je dat met plaksel doet, dat heeft dan natuurlijk nog een beetje speling. Ja, het randje is echt prachtig, hè. Het is ook wel een van mijn lievelingsrandjes geworden inmiddels, moet ik zeggen. En zeker ook de combinatie met het papier, hè? Dat is ook... Nou, hier even opletten, want dit is dus de plakrand dadelijk. Daar hoeft geen kantje aan te komen. Dus dat knippen we mooi weg. Laatste stukje. Misschien kunnen we daar nog een beetje wegknippen. Nou, dan zit hij eraan. Dan kunnen we hem eventjes meevouwen. Kijk nou, hoe leuk. En hoe makkelijk, hè. Dat vind ik toch een beetje opgelukt. Nou, gaan we voor de andere kant hetzelfde doen. Deze tape is er trouwens in drie maten. 3, 6 en 9 mm.
Dus ja, altijd handig toch als je verschillende maten bij de hand hebt. Even kijken, dat is het plakstrookje. Nou, zie ik dat ik hem aan de verkeerde kant geplakt heb, maar goed. Komt wel goed. Zo, even goed op laten, dus klets lekker verder, hè. Oh, Nicole heeft me alweer geassisteerd. 11,95 kostte de randmalletjes. Dus dat is eigenlijk ook geen geld, hè, voor vier van zulke mooie gedetailleerde mallen. Even kijken of ik mooi blijf gaan. Nou, dat is wel een beetje dom van mezelf dat ik nou de tape aan de verkeerde kant geplakt heb. Nu heb ik eigenlijk dus de onderkant van de mal. Maar goed, ja. Het is wat het is. In het ergste geval doe ik dit nog aan de onderkant. Oh nee, dat kan ook niet. Gekke praat. Nou, nu kunnen we dit ertussen maken. Dan ga ik hem denk ik eerst eventjes op de onderkant vastplakken. Ik denk dat ik hier maar weer de lijm aan doe. Lijkt me handiger. Ja, mooi. Ze zijn echt mooi, hè, die randjes. Nou, voor het Mieke dus ook eventjes een randje tape. Het is trouwens ook leuk om bijvoorbeeld bloembollen of zo er een cadeau te doen. Even kijken, mijn plakrandje had ik niet eraan. Toch wel niet. Zo komt hij. Moet even goed denken. Omdat dat een beetje doorschijnt natuurlijk met dat mica, is dat natuurlijk wel super leuk als je daar bloembollen in doet. Of zo. Of met zaadjes of zo, voor bloemetjes. Nou, ook hier met de mica even goed kijken dat je dat goed strak doet. Want dan krijg je gewoon het mooiste resultaat. Dan past die gewoon mooi op elkaar. En dat is toch uiteindelijk wel wat we willen. En dan vouw ik hem wel nog eventjes een klein beetje. Oh, toch een beetje scheef geplakt. Dat is live, hè. Ik ga toch een beetje scheef natuurlijk. Dit is ook een dwars, hè. Kijk nou toch hoe leuk. Nou, plakken we dat straks zo leuk aan elkaar. Fantastisch. Nou, nu deze nog. En je kunt hem natuurlijk ook nog leuk nu met paas of zo doen, hè? Doe je hem een paasstijl. Eitjes erin. Zo'n chocolade paashaas of zo. Ook hartstikke leuk. Dus wat dat betreft is cadeautjes wel een leuk thema voor onze uitdaging. Dus je mag met de uitdaging zo vaak meedoen als je wil. Aan het einde van de maand gaan we via lotingen een winnaar bekendmaken. Dus je kan ook gewoon meedoen tot het einde van de maand. Gewoon gezellig leuk. En dat kan allemaal in onze boekensteuntje daagje uit de Facebookgroep. Even kijken dat ik dit nu goed ga plakken. En nu kun je dus zeggen van, oh, ik wil een klein stukje mica of ik wil hem wat groter. Ik vind het zelf wel leuk dat daar wat meer ruimte tussen zit. Kun je ook wat meer erin steken. Dus ik plak hem gewoon lekker wat met wat ruime mica. Nou, dit ook eventjes één keer voor maken.
gezellig, Sandri. Het is handwerk. Ja, dat denk ik heel vaak. Het is handwerk. Maar hier ben ik wel goed uit de bocht gevlogen, zie ik, met mijn plakwerk. Even kijken of ik daar toevallig nog wat aan kan corrigeren. Dat ik een klein beetje terug... Een beetje geluk gaat er nog. Kijken of ik hem nog mooi in zijn gareel krijg. En zo niet, dan is het niet. En dan doen we het allemaal mee. Nou, hij blijft een beetje dwars, geloof ik. Nou, plakken we straks wel gewoon een bloem overheen en niemand het ziet. Alleen wij die het weten. Nou, kunnen we in elkaar gaan zetten. De binnenkant, de flapjes naar binnen natuurlijk. Dan denk ik dat ik wel eerst eventjes de zijkantjes ga doen. Ik weet dan niet meer of ik het in het voorbeeld gedaan heb. Maar voor nu lijkt me dat het handigste. Plak hem dan onderaan in elkaar. De tijd vliegt. Ik zie dat het al 9 uur is. En ik heb pas het doosje in elkaar. Moeten we nog bloemen gaan maken? Een beetje doorwerken dus. Alhoewel, ik denk niet dat jullie nog ergens heen hoeven vanavond met dit weer, of wel? Nou, dit even goed kijken dat dat mooi op elkaar komt, hè? Want dat moet wel leuk en mooi aansluiten, vind ik, hè? Hier ook. Je zou daar eventueel ook nog een beetje lijm extra op kunnen doen. Dan kun je er wel nog een beetje mee schuiven. Ik vind dat bij zo'n doosjes altijd wel fijn als dat meteen vast zit. Anders blijft dat zo wiebelig. Als ik normaal zo dingen... Oh, jullie hebben de tijd. Oh, gelukkig. Och, daar is Aggie nog gezellig. Nou, hier ook nog een beetje van de tape. Nou, alles vast. Voor zover... Het vast moet zitten van het doosje. Zo, kijk aan. Oh. Nou blijft de tape niet zitten. Want die wil natuurlijk chocolade erin. Hè? Doe ik even de chocolade erin. Dan heb ik een beetje aan de onderkant om die tape even goed vast te zetten. Helemaal leuk. Dan kunnen we gaan pimpen. Kijk, je zou hem ook nog gaan, want dat was eigenlijk ook nog een beetje mijn idee van vanavond. Ik heb hier bijvoorbeeld nog van die klemmen. In plaats van een lintje erin, zoals ik het hier gedaan heb met een eyelidje, is het gewoon ook nog leuk om gewoon zo met zo'n klem, desnoods doe je hier nog een leuke strik op of een bloemetje of zo op die klem. Versier je dat nog een beetje. Dus maar eens eventjes kijken, misschien... Komt dat nog wel vanavond? Hoe we hem af gaan maken. We hebben nog even, heb ik gehoord net van jullie. Ik mag rustig aan doen. Nou, ik leg deze nu even aan de kant. Dan gaan we eventjes, denk ik maar even de bloemen opbouwen. Dat we daar een beetje een basis van hebben. Dan, oh, moet die ook even aan de kant. De bloemen. Waar zijn ze gebleven? Lintjes leuk, Camille. Goed zo, ja. Nou, deze heb ik gekozen, de Floral 16. Ik heb ze allemaal al gestanst uit waterartpapier. Ik heb ook al wat voorbeeldjes, gewoon om jullie een beetje alvast te laten zien wat je ermee kan. En gewoon ook een beetje inspiratie te geven. En om niet jullie
een uur lang naar het maken van bloemetjes te laten kijken. Dus ik heb gewoon een beetje lukraken twee vellen A4 waterart gestanst. En gewoon gekeken wat eruit komt. En daar maak ik maar gewoon wat bloemen van. En vaak hou je dan nog wat over. Maar ja, dat is niet erg. Dan kun je nog een andere keer de kleine en de grote blaadjes. Hier heb ik nog die kleine dingetjes. Ik vroeg me af wat dit nou was. Die kleine prulletjes. Die had ik. Deze zijn dat ik had ze uitgestanst. Ik denk, ja, wat is dat nou toch? Wat doe je daar nou toch mee? Toen dacht ik, nou, het is misschien voor onder de bloem. Dat kan bij die kleine. Vond ik op zich ook wel leuk. Krijg je net een klein beetje groen. En toen dacht ik van, ja, maar het kan ook natuurlijk in de bloem. Dan krijg je net, ook weer net een iets ander bloemetje. Dus ja, eerst denk je vaak van, wat gaat het worden? En als je daar dan zo'n beetje mee gaat spelen, dan komt er ineens van alles uit de hoge hoed, zullen we maar zeggen. En een beetje kijken wat je ermee kan, hè. Nee, op het Mieke heb ik geen tape gedaan, Betsy. Had ik in het voorbeeld wel gedaan, maar dat, ja, dat zie je toch... Ik zal even laten kijken of je het ziet. Dat zie je toch een heel klein beetje. En ik vind dat dat zo dubbel zit, vind ik iets minder mooi. Dus vandaar dat ik dat hier niet gedaan heb. Nou, we hebben alles uitgesorteerd en dan gaan we beginnen. Ik had net voor de live had ik alvast die bloemetjes op kleur gebracht. En toen kwam ik erachter dat een van mijn inktjes was uitgedroogd. Dus niet zo handig. Dus ik had eigenlijk bedacht om deze kleurencombi te maken. Voor het roze. De Distress Pun Sugar. Picked Raspberry. En Seedless Preserver. Of zoiets. En voor het groen heb ik Mood Lane. Crushed Olive en Twisted Citron. Wacht, mijn Engels wordt net een week beter. Maar mijn Picked Raspberry is uitgedroogd. Dus dat werd het niet. Dus ik heb daar eventjes een andere vergelijkbare kleur voor gezocht. En toen kwam ik bij de Ice Ink in. Met de rosé. En die, ja, die vond ik ook wel leuk. Ja, past bij mijn nagellak inderdaad. Dus dan gaan we die maar, ingevlogen. Je kan het allemaal mixen, dus dat is allemaal geen probleem. Laat dat eventjes los nog voor het idee, hè. Blaadjes. Nou, dan gaan we gewoon even lekker alles op kleur brengen. Ik gebruik de twee kleinste borsteltjes van Nelly Snelle daarvoor. Omdat die, ja, die zijn qua formaat heel erg fijn. En dan... die grote borstels heb je toch wat minder aan de vingers, heb ik vaak het idee. Nou, ik pak gewoon een beetje inkt. En dat verdeel ik gewoon over de blaadjes. Ik begin in het hart van de bloem, is het meestal het donkerste, hè? Dus daar zet ik de kleur aan. En dan waaier ik hem uit naar buiten. Heel makkelijk eigenlijk, hè. Natuurlijk ook super leuk. Ik heb nu gewoon waterartpapier, gewoon aquarelpapier dus gebruikt. Dat is ook bijvoorbeeld leuk als je dit doet met waterverf of zo, hè. Met inkt is natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar ja, er zijn verschillende wegen naar Rome natuurlijk. Ik begin eigenlijk met de lichte kleur aan te zetten. Je kunt dit natuurlijk ook met de blending tool doen. Maar ik zelf vind de borsteltjes wat fijner werken, omdat je krijgt niet zo'n harde aanzet als met de blending tool. Dus het werkt voor mijn gevoel toch allemaal iets nauwkeuriger. En dan pak ik de volgende kleur. Ik werk graag altijd met drie kleuren om een beetje opbouw te maken, dat je een beetje diepte krijgt.
Je kan natuurlijk ook met één kleur werken en dan doe je wat meerdere lagen over elkaar. Dan krijg je ook wat meer diepte. Nou, paars erin. Dat mag best wel in het hart, best wel donker vind ik altijd. Zeker als je hem dadelijk gaat opbollen en er komt toch weer een kleiner bloemetje overheen. Is dat wel mooi als dat een beetje er doorheen komt. Nou, dan kiezen we nog eentje die wat een maatje kleiner is. Het wordt hetzelfde principe. Als je dit met waterverf zou doen bijvoorbeeld, is het leuk om bijvoorbeeld eerst een wat verf op je penseel te doen en dan op de bloem en dan met water zo mooi te laten uitwaaieren bijvoorbeeld. Je kunt ook waterverf op je glasplaat doen en dat opnemen met de blending brush. Dan krijg je een beetje hetzelfde idee als met inkt. Je kunt ook eerst bijvoorbeeld met waterverf of met alcohol, inkt of met welk medium dan ook eerst gewoon een heel blaadje vullen. En dan later de bloemen eruit stansen. Dat is ook heel erg leuk. Dan krijg je ook verrassende effecten. Dus zeg je bijvoorbeeld van, oh, ik heb in de inkt net niet de juiste kleur die ik zoek en je hebt hier wel een waterverf. Dan zou ik gewoon zeggen, nou dan pak je een waterverf en maak daar een feestje van. Kijk, leuk hè, hoe je dat dan zo kunt opbouwen. Hoeveel grams waterart? Ik ga het eventjes erbij pakken, Mieke. Dan doe je meteen een plaatje. Ik heb altijd dit eigenlijk, zeker voor zo'n dingen als bloemen en zo. Doordat het wat is 185 gram, laat zich dat mooi verwerken, ook dadelijk bij het opbollen. En ja, voor de kleuren en voor zo'n dingen als met inkt is dat prima. Ga je echt met water en veel verfjes en pasta's en zo, dan zou ik adviseren om de zwaardere. Uit mijn hoofd dacht ik dat die 250 gram is, om die te pakken. Maar die laat zich ook weer wat moeilijker knippen bijvoorbeeld. Dus vandaar dat ik kies voor dit soort activiteiten eigenlijk altijd voor het 185 grams. Wat ik hier nu heel erg mooi aan vind, is dat die niet helemaal spierwit is. Waardoor die ook wat beter matcht bij het designpapier. We hebben natuurlijk ook aquarelpapier, dat is wel spierwit, hagelwit. Dat vind ik dan weer net een beetje te zeer afsteken. Dus ik heb hier ook... Oh, dat is het weer open hier beneden. Ik heb ook de randjes uit waterartpapier gestanst. Juist om een beetje die kleuren bij elkaar te houden. Nou, het binnenste bloemetje mag ook lekker donker. En dan heb je ze eigenlijk zo al, als je ze zo een beetje plat op elkaar legt, verspringend, zie je al een beetje wat het gaat worden. Hè? Leuk hè? Nou, doe ik deze erbij om het geheel compleet te maken. Bouw ik op dezelfde manier op. Ja, ook meteen. Die bloemen zijn ook super leuk nu met die emmer die uitgekomen is bijvoorbeeld. Die heb ik nog niet hier in huis. Ik heb wel even kijken of ik hem zo snel kan vinden. Leuke paasmandje. Even kijken wat die is. Natuurlijk niet hier zo 1, 2, 3 bij de hand. Oh, dat is jou. Dat is bijna. Dit leuke paasmandje is, ja, met de eitjes en zo is echt paasig. Maar je kan die eitjes natuurlijk ook weglaten. En dan heb je gewoon een leuk mandje als je daar dan van die kleine bloemetjes zo bij elkaar inzet. Heb je gewoon een leuk bloemenmandje, zitten takjes bij, zitten nog bloemetjes bij. Dus
Ja, heb je het mandje, dan kun je dat ook nog leuk gebruiken voor met je bloemen. En de emmer hebben jullie ook vast al voorbij zien komen. Ook ontzettend leuk. Lekker donker in het midden. Gaan we hem helemaal over de top opbouwen. Alles wat erop kan, zetten we erop. Het is een beetje fragiel, dus doen we een beetje zachtjes met liefde behandelen deze. Ik wil die eigenlijk niet te donker. Ik vind het wel leuk als het een beetje wittig zo dan leuk uitspringt. En dit mag ook best wel weer wat donkerder. Vind ik, hè? Vind je dat niet? Doe het lekker niet, hè? Ja, de bloemen zijn mooi. Hè? Ik vind ze allemaal heel erg mooi. Het leuke vind ik ook echt dat ze allemaal anders zijn. Maar toch allemaal mooi en leuk. En dat je denkt, oh, leuk, leuk, leuk. Even kijken, ik ga er nog even eentje maken. En ik heb hier dus alles wat er in de bloemenstand zit. Allemaal die onderdelen op elkaar. Die gaan we daar nog opbollen, hoor. Niet dat jullie denken dat dat zo, zo plat blijft. Dus ik heb die drie bloemetjes, die blaadjes en dat met die stampertjes. Ik heb er nu nog een wat kleinere maken. Als ik kijk naar mijn tasje, past daar maar één zo'n grote op. Ik vind dat wel chic, één zo'n grote bloem. Zo'n, dat mooi opvalt. En dan kun je die leuk verder aankleden met de wat kleinere bloemetjes erlangs. Ja, inderdaad. Moeilijk kiezen, Annemarie. Oh. En het is ook zo leuk om die te maken. Ik moet zeggen, ik vond er eerder nooit zoveel aan bloemen maken. Maar ik vond het altijd wel een beetje gepriegel en gedoe. Maar ik moet zeggen, ik vind het inmiddels wel ontzettend leuk. Ik vond dat zelf op kleur brengen en zo nooit zo leuk. Maar ja, hoe vaker je dat doet, ook hoe leuker dat het wordt, moet ik zeggen. Misschien moet je daar ook gewoon een beetje handigheid in krijgen. Of heb ik daar gewoon een beetje handigheid in moeten krijgen of zo. Beetje. Dan hoef je verder ook niet bij na te denken. Hè? Een beetje verstand op nul. En als je je kleurencombi hebt uitgekozen, kun je gewoon lekker zo'n hele avond lekker bloemen maken. Nou, dit kan ook wel fijn hierop. Dan heb je bijvoorbeeld een doosje met allemaal zo'n bloemen klaar. En dan kun je die gewoon verwerken op je creaties hoe het je uitkomt. Dus wat willen we nog meer, hè? Even kijken, zeg ik voor de zekerheid. Ik heb nog één kleintje. Maak ik die even voor de zekerheid ook nog. Ik weet niet zeker of ik hem er nog op ga maken, maar we zijn nu toch bezig. Ja, misschien is dat het inderdaad ook wel. Nu, deze bloemen van Elisabeth Kraft, die zijn, ik vind ze ook ontzettend mooi. Ook qua vorm en qua opbouw. En ik moet zeggen, eerder bij de andere bloemenmallen had ik daar ook wat minder mee. Misschien dat dat het ook wel doet, inderdaad. Als je dat zo met allemaal die laagjes op kunt bouwen en een beetje ook naar eigen stijl, hè, met een groot en een klein bloemetje en zo, is dat meteen ook een ander verhaal. Nou, zoals je ziet, bijvoorbeeld bij deze heb ik twee van die dingen met die meeldraadjes op elkaar geplakt. Hier bijvoorbeeld maar eentje. Dan krijg je hem ook weer meteen een heel ander effect. Dus ik denk, ja, ik vind het gewoon leuk om jullie eventjes met van allerlei ideetjes te bestoken. En dan kun je zelf een beetje kiezen wat je zelf leuk vindt en wat je gaat maken.
En aangezien de bloemen toch eigenlijk allemaal in basis hetzelfde zijn en ik ze allemaal in dezelfde kleur opbouw, kun je dat ook gewoon door elkaar gebruiken, vind ik. Vind je dat niet, is dat ook goed, hè? Nou, dit gaat dadelijk hierin. Dan maak ik eventjes mijn borstel schoon en dan ga ik nog even wat blaadjes kleuren. En kleuren gaan, vind ik zelf ook nog fijner. Misschien helpt dat ook wel mee nu met die borstels. Als je dat met de blending tool, zo'n kleine dingetjes, dat is toch vaak... De vingerdauber bijvoorbeeld, daar zou ik dan eerder voor kiezen. Maar met de blending tool is dat toch ook wat lastiger, hè? En hou je er niet van, hè? Schroom niet om gewoon gekleurd papier te gebruiken. Ook leuk, hoor. Nou, ook hier weer drie kleurtjes. Het wordt een beetje fellere tinten. Vond ik wel leuk, eigenlijk een beetje frisser. Ik heb hier in het voorbeeld heb ik met de oxides gewerkt. Peel Paint en ook volgens mij de Mode Lane. En dan krijg je wat rustiger effect. Ik denk, ja, we moeten ook een beetje knallen af en toe, hè? Dus... kies ik nu voor een wat knallende combi. Een beetje lekker fris voorjaarskleurtjes. Kijken dat ik daar ook wel genoeg blaadjes heb. Misschien nog even een kleine erbij voor de zekerheid. Als we toch groen aan het maken zijn, hè. Voor de mensen uit de buurt die zaterdag nog tijd hebben. Zaterdag starten wij weer met onze maandelijkse workshop. Dus de workshop is onder leiding van Nicole. En dat is een ochtendgroep van 9:30 tot 12:00. En een middaggroep van 1:30 tot 4:00, geloof ik, uit mijn hoofd. Ik ben het even kwijt. En die maken twee kaarten. Nicole heeft helemaal wat leuks al voorbereid. Dit keer is het helemaal in de paarse sferen. Met één shakerkaart. En nog een andere kaart met de basismal van Dutch Doobadoo. Dus als je zin en tijd hebt, dan kun je daar nog voor opgeven. De kosten hiervoor zijn 10 euro, inclusief een kopje koffie of een kopje thee. En dan mag je bij Nicole gezellig komen knutselen. Ik ben ook blij dat dat wel allemaal kan. Het is toch leuk om zo samen met elkaar aan bezig te zijn. Ja, dat kan ook inderdaad. Eerst het blad kleuren en dan uitstansen. Dan krijg je ook verrassende effecten, hè? Het is ook leuk als je nog restjes hebt of zo, hè? Bijvoorbeeld, je hebt iets op kleur gebracht en je hebt nog wat stukjes over. Om daar dan nog wat bloemen of blaadjes uit te stansen. Hoef je ook niks weg te gooien, hè? Gewoon een frisse combi. Een beetje van dat gele geel groen erbij. En dan kun je nog wel tegen lagen op doen, hè? Maar ik wil jullie niet ermee vermoeien. Nou, ik hoop dat we genoeg blaadjes hebben. Zo niet, dan komen we daar vanzelf achter. En dan zien we het dan wel weer. Dit aan de kant. Nou, dan hebben we dat allemaal leuk gekleurd. En nu gaan we dat opbollen. Nu ben ik mijn opbolding kwijt. Nou, het opbollen. Ik heb deze handige tool van Sizzix. Dat is gewoon een super pakketje. Alleen de verpakking is al super handig. Ook voor het opbergen. Daar zit een opbolmatje in. Dus het lijkt een beetje op een prikmat, maar dit is toch wat minder hard, denk ik, dat ik het zo kan zeggen. En daar zitten opboltoeltjes bij, met dus verschillende diktes in
Ja, eigenlijk een beetje als de embossingpennen, maar dan met verschillende diktes in de kogeltjes. En een fijne pincet. Dus een contrapincet, dus dat is altijd handig. Ook voor ze op elkaar te maken bijvoorbeeld. Nou, hier heb je 4 mooie diktes. In de webshop vind je nog meer opbolmatjes. We hebben ze nog van Joy. We hebben dus alleen een matje van Joy volgens mij. We hebben nog een setje van Marianne. We hebben nog een setje van Tonic. Dus ja, heb je er nog eentje nodig? Snuffel even in de webshop en kijk wat je denkt dat fijn en leuk is. Nou, dit is een grote bloem, dus ik kies daar ook voor de grote bol. En door dan gewoon op je matje aan de achterkant van je bloem ronddraaiende bewegingen te maken met die pen, krijgt dat bloemetje vanzelf vorm. Je mag daar best een beetje druk op uitoefenen, hoeft niet veel. Maar doordat dat matje kun je een klein beetje induwen, krijg je die mooie bolle vorm. Kijk, je ziet al dat die helemaal naar binnen komt. Omdat het zo groot is, gaat hij ook een klein beetje hier en daar. Komt er een kreukje in. Dat vind ik ook wel leuk. Dan krijg je nog meer dat neutrale effect. Dan draai ik hem om. En door aan de binnenkant dan nog even flink aan te duwen, komt hij een beetje omhoog. Dan krijg je echt zo'n bloem. Een echte bloemenuitstraling. Nou, dat doe ik even met alle onderdelen. Deze is wat kleiner, gebruik ik ook de wat kleinere bolling voor. Door daar een beetje mee te spelen, krijg je ook dat die mooi gaat krullen. Dus dat is ook leuk om daar eens mee op ontdekkingstocht te gaan. Nou, deze ook. Deze is wat kleiner, daar pak ik de 1 na kleinste voor. Het is zo leuk om zo op deze manier bloemetjes te maken, dat dat zo tot leven komt. En als je al ziet, als je dat zo in elkaar legt, dan komt die steeds verder tot leven, hoe meer je erin stort. Leuk, hè? Nou, deze 2 dingetjes. Die zijn wat kleiner en dan zie je ook meteen dat dat veel harder opbolt. Draai ik hem weer om. Even het hartje doen. Ook dat met die kleuren inderdaad. Omdat je dan in het midden van het hart heb je wat meer de donkere kleuren. Dus dan zie je ook dat dat wat beter... Ja, komt er wat meer diepte in. Hè? Hier van die meeldraden doe ik alleen even de kopjes aan deze kant. Zijn de details, hè? Dat die toch een klein beetje bollig zijn. En dan doe ik de binnenkant gewoon helemaal zo opbollen. En dan komt dat leuk omhoog. Kijk, ik heb hem hier heb ik hem niet helemaal omhoog. Heb ik hem van de achterkant gedaan. En dan blijft hij wat platter. Maar ik vind dat eigenlijk ook wel leuk als dat zo omhoog komt. Dus ook daar... kun je nog mee variëren. En ja, het leuke is eigenlijk ook met die bloemen van Elisabeth Craft Designs. Je kunt daar ook onderling mee variëren. Je kunt ze met elkaar combineren. Je kunt ook met blaadjes en zo onderling uitwisselen. Als je nou zegt, ik vind deze blaadjes vind ik leuk. Maar ik wil ook de blaadjes van deze er nog bij bijvoorbeeld. Nou, dan kun je gewoon bij elkaar steken, hè. Zo. Nou, als je die dan weer op elkaar zet, dan heb je weer een leuk ander tafereeltje.
Wat ook nog leuk is om bijvoorbeeld nadat je de bloemen op kleur gebracht hebt, bijvoorbeeld ook met een achtergrondstempel of zo in dezelfde kleur erop te stempelen. Dan krijg je ook gewoon een leuk effectje op je bloem. Dus zeg maar een scriptstempel of zo. Dat geeft ook wel weer wat extra's. Of juist met een scriptstempel in een wat iets donkerdere kleur of zo. Of als je met de oxide werkt bijvoorbeeld, of met de gewoon distress inkt, dan nog een beetje water overheen. Dan krijg je die spatten erin. Die druppels, ook leuk. Oh. Even met de dunne kant wordt dat nog een beetje mooier. Nou. Zo, nou die blaadjes nog even. Dan hebben we dit stukje ook alweer. En voor de blaadjes pak ik toch de wat grotere bolling weer. Vind ik wat mooier uitkomen. En als je dit helemaal met zo'n kleine embossingpen moet doen, dan ben je wel even zoet, hè. En ik doe met de dunne kant trek ik nog eventjes hier een lijn over die zogenaamde nerf aan de achterkant. Dan komt dat aan de voorkant ook een beetje zo leuk erop eigenlijk. Zoals dat bij een blaadje ook wel zichtbaar is. Nou, dat waren de bloemetjes. Kunnen we ze eventjes in elkaar plakken. En die bloemen zijn echt zo leuk. Hè? Oh, ik blijf er maar enthousiast over. Nou, plakken doe ik gewoon met gewoon een plaksel. Gewoon droog toch doorzichtig op. Dus een klein beetje in het hart. En een klein beetje aanduwen. Laat dat een beetje bol is. Dat nog een beetje loskomen. En dat willen we natuurlijk niet. Hij moet wel mooi op elkaar blijven. Goed vastplakken. Deze erin. Als dat droog is, dan is het fijn om dat misschien nog eventjes, als het nodig is, nog een keertje eventjes het midden nog eventjes met de embossingpen aan te duwen, zodat hij nog wat meer omhoog komt. Kijk, leuk hè? Nou, in deze bloem zitten dus alle onderdelen uit de zaad. Nu ook die meeldraadjes erbij, hè. Kijk nou. Dat is leuk, hè. Oh, deze zal ik nu ook maar even goed vastplakken. Kan die dadelijk ook mooi nog op het tasje. En ook leuk met glitter, hè. Kom ik wel met die glitter, hè. Oh, je bent niet zo van de bloemetjes. Ja, Elze, ik was eerder ook nooit zo van de bloemetjes. Maar ja, inmiddels toch ook wel. Grappig, hè? Oh, wacht, hier wilde ik er twee van maken. Terug. Maar goed dat de lijm nog niet droog is. Nog een beetje. Maar het zo in elkaar maken is gewoon ontzettend leuk. Dus ja. Nu ben ik toch stiekem ook een beetje van de bloemetjes. Deze was nog niet vast, moet wel blijven opletten. Hè? Zo hebben we alle bloemetjes klaar. Nou, die leg ik eventjes hierboven fijn bij elkaar. Ik ga hem nog eventjes het tasje er weer bij pakken. Ik neem eventjes de chocolade eruit. Dan gaan we hem even verder opbouwen. Even kijken. Zo, ik vind dit wel de mooie kant.
Want wat heb ik nog? Ik heb nog leuke pockets. Die pockets die komen uit... Ik heb veel om te laten zien vandaag, mensen. Zo. Die pockets komen ook uit de Janine's Mindful Collection. En super leuk is dat je die zelf, die pocket kunt samenstellen. Ik heb hier nog een ander voorbeeldje. Zo, dit eruit gesneden in het midden. Maar je kunt ook bijvoorbeeld die eruit snijden. Dan krijg je hem zo. En hier op de achterkant zien jullie nog meer voorbeelden. Ook die losse elementen zijn super leuk om ergens achter te verwerken of te steken. Dus ja, ook heel veelzijdig. En ontzettend leuk. Nou, die zijn al... Als je die uitstand zit dan meteen het rillijntje bij. Dus het is eigenlijk een kwestie van vouwen en plakken. Even kijken, hier heeft hij hem niet gepakt, zie ik. Dat is natuurlijk omdat ik met die vierkante mal eventjes erbij maak. Met de binnenkant... Of ik heb niet goed op de mat gehad. Kleinigheidje, hou je altijd. Heren, welkom naar binnen, Mieke. We zijn de honden helemaal wild. Ik heb gezegd, als je thuis komt, moet je zachtjes doen. Laat de beestjes niet gaan blaffen. Want als die blaffen, dan houden ze niet meer op. Voorlopig. En dan horen jullie helemaal niks meer. Dus nou, de beestjes zijn rustig. Dus ja, het zijn vooral de enthousiaste honden die jullie horen. Die blij zijn dat de baas thuis is. En aangezien ik met mijn werkplek... in de woonkamer zit, horen jullie alles wat hier in de woonkamer gebeurt. Dus de vogel is vanavond stil, normaal doet hij ook nog wel gezellig mee, maar ja, die slaapt wel, denk ik. Gelukt. Eventjes aanbouwen. Ik heb veel te veel om aan jullie te laten zien vanavond. Want wat extra leuk nog aan deze mal heb gemaakt, is de leuke nieuwe ponzen van Vaassen heb ik daar nog bij gebruikt. Ik heb die hoekjes wil ik daarmee eventjes eraf halen. En dan kun je dus zelf kiezen van hoe je hem wil. Ik ga vandaag gewoon voor het eenvoudige. Nou, vouw je hem dicht. Steek je ertussen en zorg je dat de punt goed vast zit. Dan is het een kwestie van bonzen. En dan heb je een mooie het hoekje ook evenwijdig eraf. Dus zo heb je dat net weer wat extra's. Oh, je kan nog terugkijken, die is er een fijne avond. Snoep met deze ook. Even goed kijken dat hij goed ligt. Let er wel eventjes op dat je, zeker bij deze en ook bij deze, dat je het papier spiegelt om de hoekjes gelijk te krijgen. Dan kom je eigenlijk vanzelf wel achter, maar moet je even bewust naar kijken. Voor de rest werkt dat ding super. Dus dat is even waar je op moet letten als je... daarmee aan de slag gaat. Ik laat deze wit, wit is ook gestand uit het waterartpapier. Ik laat die zo, omdat ik graag wil dat die bloemen heel erg opvallen. En aangezien het designpapier ook al best gekleurd is, moet ik toch een beetje balans brengen. En daarom laat ik hem wit. En de label die erin komt, die brengt dadelijk ook weer kleur. Dus... jullie weten, ik ben wel van kleur, maar het moet wel een beetje gedoseerd hier en daar. Hè? Hoeft niet overal uit de bocht te vliegen. Dan kunnen we dat gaan opbouwen. Ik heb nog een raasje over van het designpapier. En ik wil er eigenlijk nog eventjes gauw wat labeltjes van snijden. Omdat we toch bezig zijn.
snij eventjes meten. Hoe breed dat die dingen mogen worden wat erin kunnen. Nou, als ik hem op 4 doe, dan heb ik een leuke label. Kijk, dat past er leuk in. Nou, nog eentje op 4. Dan maken we die daar even op maat. Nou, en ook hier vind ik het wel leuk om dat met die labelpons eventjes leuk af te werken. Nou, ik pak nu de andere pond. Ik had net dus deze. Ik pak nu hier deze. Dan ga ik met het A-gedeelte. Dan, nu draai ik het papier om en steek ik weer het hoekje erin. En dan krijg je dus dit resultaat. Super handig is dat bij C ook nog een gaatje zit. Dus als je hem er dan in steekt en je schuift hem mooi aan, dan heb je ook nog een gaatje op de juiste positie overal. Nou, doen we nog een keer. We gingen voor A. En nog een keer voor A. Met het papier omgedraaid. En dan voor C steek je hem er mooi in, totdat hij goed aansluit. En dan heb je een superleuk labeltje. Heel simpel, heel eenvoudig. De nieuwe malletjes van, of de nieuwe pontjes van Vaassen. Nou, dat past dan weer leuk hierin. Even afmeten waar ik hem... Afversnijden, ja, die is handig, hè, Elze. Nou, die andere idem dito. Even kijken, leg ik dat er gewoon op. Beetje. Voor het gemak, hè. Voor het gemak. Dat zijn mijn bloemen geplet, denk ik. Nou, hou je nog 2 leuke strookjes over. Daar kun je ook nog een labeltje van maken of zo. Nou, kijk, en als dat dan hier zo in zit. Juist door dan de achterkant te gebruiken met die houtnerf, past dat mooi bij het papier verder. Het komt hier bovenin ook weer terug. En dan kunnen we dat leuk gaan opbouwen. Eens eventjes kijken. Ik ga het eerst even neerleggen, denk ik. Voor... Oh, wat ik ook nog had. Oh. De Eiffeltoren. De Eiffeltoren van Marianne. Ik heb van alles, hè. De pons kost, ach, in mijn hoofd, ik dacht €15,30. Maar misschien dat Nicole dat zo eventjes officieel kan vertellen. De leuke Eiffeltoren van Marianne Design is dus een stempel. En die heb ik afgedrukt met VersaFine sepia. En daarna met doorzichtig embossingpoeder nog even bewerkt, toen de inkt nog nat was. En dan krijg je dat een klein beetje gaat glinsteren. Klein beetje, het ligt er dus ook een klein beetje hoog op. Dan krijg je net iets meer effect. En daarna heb ik hem gewoon uitgestand met de bijpassende stand. En ik denk, oh, dat is ook wel leuk voor erbij. En door dat dan weer net met embossingpoeder een beetje weer te bewerken, krijg je ook weer net natuurlijk een iets ander effect. Nou, nu de bloemen erop. Dus ik ga dat eventjes zo neerleggen. Een beetje zo dat ik denk dat het leuk is. Moet je toch eventjes proberen, hè. Ik wil sowieso een van de bloemetjes hier bovenin. Vind ik wel leuk. Dus niet meteen plakken. Oh, nou is die weer verschoven. Dat is wel een eigenwijze deze. Ja, dan krijg je net wat meer sfeer als je dat een beetje omhoog laat komen. Even kijken. Mijn haak erbij.
dit een beetje het idee zo. En daar kunnen we natuurlijk nog her en der een blaadje tussen steken. Dat groen, dat is wel leuk en dat fleurt het een beetje op. Leuk hier twee. Want dit kunnen we natuurlijk nog leuk hieronder doen misschien. Dan heb je hier ook een beetje groen. Denk ik. Komt dan naar een klein beetje groen. Dat is denk ik leuker dan een blaadje. Dus zo wil ik dat een beetje in elkaar gaan plakken. Nu heb ik nog één dingetje voor jullie. Voor het laatst. Ja, iets hoger. Ja, ik ben iets hoger. Te laat natuurlijk. Dan heb ik nog één dingetje om aan jullie te laten zien. Viel me net nog in voor de live. Ik denk, oh, dat is ook wel leuk. Als je, je kunt de bloemetjes in het hart zo laten. Ik heb hier bijvoorbeeld in het hart een parel gemaakt. Maar we hebben ook die balletjes bijvoorbeeld van Cadence, die Mixed Media Stones. En dat is ook wel heel erg leuk om die erin te verwerken. Dat zal ik eventjes doen. En dan ga ik dan op mijn gemak even alles in elkaar plakken. Dan kunnen jullie nog even rustig met de benen omhoog. Ik doe gewoon wat lijm hier in het hart van de bloem. De lijm droogt transparant op, dus dat maakt aan zich niet zoveel uit. En dan doe ik net als embossingpoeier. Poeder strooi ik daar gewoon die balletjes in. Nou, alles wat te veel is, haal ik er weer af. En dit droogt dan transparant op, waardoor je dadelijk die bolletjes zie je mooi bij elkaar. Extra leuk is, als je dat zou willen, kun je die bolletjes ook op kleur brengen. Kun je met verf doen, of ook met inkt of zo. Dus kun je ook nog achteraf met een kwastje of zo, even met een beetje verf. Bijvoorbeeld met een beetje goud of zo, als je zegt, dat vind ik mooi. Een beetje gouden verf, een klein beetje bij kleuren. En ik weet niet of die droog is. Nee, die is ook nog niet droog. Ik had nog eventjes voor de live nog een beetje gespeeld. Ook voor het effect met die balletjes. Ik dacht, dan is dat hopelijk droog. Maar hij is nog niet helemaal droog. De lijm is nog wit. En dan, ik dacht, dan kan ik jullie dat leuk laten zien. Dus dit is hoe ik het even op mijn gemakje in elkaar gaan plakken. Ik zal het eindresultaat natuurlijk met jullie delen straks. Voor nu mogen jullie allemaal lekker met de beentjes omhoog, als jullie dat nog niet waren. En dan wil ik jullie heel erg bedanken. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren voor de nieuwe uitdaging. Met het cadeautje. Ik ga ook nog even kijken of ik hier nou wel of geen strik doe. Dus ook nog eventjes, komt wel goed. Dus mocht je nog zin hebben in de workshop zaterdag, dan bel morgen even met de winkel. Dan kijken we eventjes welk plekje dat we voor jou reserveren. Voor nu heel erg bedankt voor de gezelligheid en voor het kijken. En tot snel weer. Fijne avond nog. Doei doei!